Gemeenten mogen vanaf vrijdag geen geld meer vragen voor de identiteitskaart. Dat heeft de Hoge Raad beslist. Volgens de Raad is de identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. En het belang van de overheid is daarmee groter dan dat van de burger. Vanmiddag is er in onze regio opnieuw een autoruit gesneuveld op een snelweg. Het gaat om de zijruit van een vrachtwagen die op de A12 bij Bodegraven reed. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie. Sinds augustus zijn er al ruim 40 autoruiten gesneuveld, ook op snelwegen rond Den Haag. De politie houdt er rekening mee dat iemand bewust op autoruiten schiet, met bijvoorbeeld een luchtbux. Het Openbaar Ministerie gaat een 27-jarige vrouw vervolgen in verband met de gasexplosie in de Argostraat op 6 december vorig jaar in Alphen aan de Rijn. De vrouw wist van tevoren dat de bewoner van de woning een explosie zou gaan veroorzaken. En justitie vindt dat ze dat had moeten melden bij de politie. Door de explosie werden veel woningen in het flatgebouw beschadigd. Zesvoudig moordenaar Sefdet Yilmaz, die tot levenslang is veroordeeld, mag niet op onbegeleid verlof. Dat heeft de rechter in Den Haag vrijdag bepaald in een kort geding. Yilmaz kreeg levenslang omdat hij in 1983 zes mensen doodschoot in een Delfts café. Omdat hij geen uitzicht heeft op gratie, is onbegeleid verlof volgens justitie niet aan de orde.